je hebt net verteld wat zo mooi aan Willem II is. Wat is er zo mooi aan badminton, Paul? Ja, best wel mooi aan badminton. Daar ben ik ooit in gerold. Ik heb heel lang met een kameraad van mij gebadmintond. Hmm. Ik heb in het leger badminton gespeeld. Daar hadden we overdag weinig te doen. Dus daar gingen we van de nood een deugd maken en daar gingen we badmintonnen. En daar was een sergeant, dat was een Indonesisch type. En die man die kon zo geweldig badmintonnen ook. Die kon met links en met rechts slaan. Dat maakte voor die man geen fluit uit. En dan speelden wij met z'n tweeën op een singlebaan tegen hem alleen op een dubbelbaan. Hmm. En ik heb 14 maanden in dienst gezeten. Wij deden elke week een wedstrijdje tegen die man en we hebben nooit gewonnen. Maar dat was wel zo leuk. En vanuit die kontrijen ben ik eigenlijk gaan badmintonnen met een kameraad van mij. En ja, dat hebben we continu eigenlijk gedaan, heel lang. Ben ik op een gegeven moment ook weer gaan tennissen. En toen zaten we op een verjaardag ook toevallig hier in deze kamer. Hmm. En toen vroegen mijn zwagers van, heb jij geen zin om met mij of met ons, met een man of 12, 13, op zondagmorgen te gaan badmintonnen? Ik zei, ja, dat is wel leuk eigenlijk. Vanuit die hoedanigheid ben ik op een gegeven moment bij ABC beland in Ammerzoden. Daar deden ze op zondagmorgen badmintonnen. Konden ze nog wel een groep van een man of 12 gebruiken. Ja, en om een lang verhaal kort te maken, is daar dus eigenlijk de echte passie ook ontstaan om er iets moois van te maken. Mm. Lieverlee daar in het bestuur gekomen. In aanraking gekomen met de Bosse Badminton Federatie. En daar hadden ze natuurlijk ook te maken met wat problemen. De spiraal naar beneden. Mm. En ben ik in 2010 in de denktank terecht gekomen. Is dat zo lang geleden? Dat is toch alweer even geleden, ja. En vooral ook in het bestuurlijke blijven hangen, dus niet heel actief. Ik ben echt een recreant. Ik ben een echte recreant. En wat dat betreft dan ook echt op zoek naar de breed sport. Hmm. Alleen je kunt dat natuurlijk niet alleen bij de breed sport doen. Hè. Daar heb je ook boegbeelden voor nodig. Daar heb je uitdagingen voor nodig. Daar heb je resultaten voor nodig. Het is eigenlijk een complex van factoren. Ja. En het voordeel van mij is dat ik dus inderdaad geen topsporter ben. Maar wel het gigantisch leuk vind om mensen te inspireren, te motiveren, te enthousiasmeren. Dat het voor anderen ook weer leuk wordt om te gaan sporten. En dan liefst badminton. Ja.